De gemeente doet graag mee, maar jullie zijn in de regie en dat vind ik hartstikke mooi, want jullie zijn ook gewoon uit en in de samenleving die het met elkaar verder vorm gaat geven. Dus hartstikke top. Nou, super. Hartelijk dank. Natuurlijk niet zomaar laten liggen, maar waar we echt iets mee gaan doen met elkaar. Er zijn ook een aantal, extra dingetjes willen we erin stoppen in die week tegen de eenzaamheid. Vorig jaar was het al fantastisch en dit jaar moet het nog een klein beetje beter en daar doen we met z'n allen heel hard ons best voor. Nou ja, de coalitie erbij is door de gemeente nu gefaciliteerd om ervoor te zorgen dat dit onderwerp echt de aandacht krijgt die het behoeft. De coalitie in Almelo die heeft het thema eenzaamheid expliciet in haar programma opgenomen. En dat hebben wij doorvertaald in onze begroting. En met steun vanuit het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport hebben we in Almelo een plan ontwikkeld. Waarbij we met allerlei partners die hier vandaag ook zijn, de eenzaamheidsproblematiek in Almelo echt te lijf willen gaan. Wat gaat er allemaal gebeuren? Er gaat van alles gebeuren. Wat voor u wellicht bekend is, is de week tegen de eenzaamheid. Dat noemen we in Almelo ook wel de week van Kom Erbij. En die week dat is nu geclusterd rondom dat moment in oktober. Maar we vinden het van belang dat dit onderwerp gewoon het hele jaar door de aandacht krijgt die het behoeft. En dat betekent dat we nu het netwerk van partners dat daarbij betrokken is veel breder willen maken en veel groter willen uitbreiden. Bijvoorbeeld met het bedrijfsleven erbij, met instellingen, maatschappelijke organisaties daarbij. En dat gaat de komende tijd door die werkgroep ook gebeuren. Dus de gemeente die gaat daar niet zelf heel hard op lopen trekken en duwen. Want je ziet juist dat door die coalitie in de picture te zetten en ook de regie daarop te geven, dat daar de meest prachtige initiatieven uit rollen. En dat werkt hartstikke goed. Ik zit in de coalitie erbij en daarin hebben we twee groepen, de beleidsgroep en de activiteitengroep. En ik zelf vervul de rol bij de activiteitengroep. Er zijn veel mensen eenzaam in Almelo. Herkent u dat beeld? Ja, dat herkennen we zeker. Vooral professioneel natuurlijk. Ik werk in een dagopvang van TMZ. Daarin komt veel eenzaamheid voor. Maar eenzaamheid wordt heel vaak verdoezeld. Mensen willen zich niet eenzaam voelen, want dat geeft zo'n stempel, dat geeft zo'n druk. Dus vandaar zijn wij in Almelo van mening dat je het Kom Erbij moet noemen. Dat klinkt allemaal wat anders, wat aardiger. Hoe bereikt u dat veel eenzame mensen erbij komen? Nou, wij willen dit jaar proberen met een activiteitengroep om activiteiten in de Week van de Eenzaamheid voornamelijk te gaan organiseren. Maar dan als doel hebben, kom erbij en neem iemand mee. Dus vooral actief gaan werven in, neem je buurman, je buurvrouw, je schoonzus, je zus mee naar een activiteit. En zo meer mensen in Almelo op de been te krijgen.